Hey Sander, hoe is het nou hier bij Dutch Valley? Ja, hartstikke goed. We hebben ontzettend veel het weer mee. Moet je kijken wat een lekker weer het is. Ja, fantastisch. Ja. Gisteren keek ik op de weerradar en toen dacht ik alleen maar regen. Ja. Maar we hebben geluk. Er staat een klein windje, maar dat is ook wel lekker. Want het is echt ontzettend warm. En het was heel leuk op het hoofdpodium. Ja, ja. Hey, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? We zijn zo benieuwd. Nou ja, ik ben heel veel aan het optreden en ik ben met heel veel muzikale projecten bezig waar ik nog niet te veel over kan zeggen. Dus daar ben ik wel, later dit jaar komt daar meer van uit. Ja, oh leuk. En ja, voor de rest ben ik veel aan het optreden en ben ik vooral heel erg druk met mijn gezin en mijn privéleven. Dat vind ik belangrijker dan mijn carrière. Dus daar stop ik zoveel mogelijk tijd in. En liedjes schrijven, optreden, dat doe ik nog steeds heel, heel veel, dus daar gaat ook wel wat tijd in zitten natuurlijk. Hey, is jouw bucketlist ook gevuld zeg maar, als jij een rol zou spelen in een film? Ik vind je zo'n fantastische kop hebben. Nou, dankjewel. Nee, nou, hoofd. Kop mag. Dutchvalley.nl ik moet wel zeggen dat na de Passion, toen speelde ik Judas en toen kwamen er ineens heel veel mensen naar me toe die zeiden dat ze dat leuk vonden, terwijl ik dacht van ik deed niks, want die regisseur kwam naar me toe en die zegt je doet te veel en ik ben natuurlijk ook vaak te veel, dus hij zei doe maar niks, dus voor mijn gevoel heb ik niks gedaan. En toen was het ineens dus blijkbaar goed. Dus het lijkt me top om een rol te doen. Slapend rijk worden waarschijnlijk. Nee, maar misschien is dat er al, ja, wie weet. Nou, dat is niet een van mijn prioriteiten. Nee, ik bedoel, sowieso vind ik het belangrijk om genoeg tijd nogmaals over te houden voor mijn gezin. Maar ook, ja, de muziek blijft wel op nummer 1 staan. Maar komt er een keer een leuke aanvraag binnen? Ik zeg nooit bij voorbaat nee. En ik zeg ook nooit. En als ik het zeg, dan kan het de dag daarna weer veranderd zijn. Ja. Dus ja.